Universiteit van Nederland. Fietsen. We doen het bijna elke dag. Maar weet je wel hoe knap dat eigenlijk is? Het is een wonder dat we niet voortdurend omvallen. We zijn een enorm fietsland in Nederland. We gebruiken de fiets heel veel. Maar ik durf wel te zeggen dat het merendeel van de mensen eigenlijk niet weet wat ze aan het doen zijn. Dit is Arend Swaap, de fietsprofessor van de TU Delft. Hij weet als geen ander dat elke keer als jij op het zadel stapt, je allerlei natuurkundekrachten moet overwinnen om overeind te blijven. Ja, het is wel grappig. Veel mensen nemen het eigenlijk vanzelf aan van iedereen kan wel fietsen. En ze denken zich bewust te zijn van wat ze doen, hè, als ze balanceren en van richting veranderen. Maar het blijkt als je dieper doorvraagt dat de mens toch niet precies weet wat hij doet. Terwijl je een soort circusartiest moet zijn om op twee wielen te balanceren. Nog los van de boodschappentassen die we aan ons stuur hangen en de kinderzitjes achterop. Fietsen is niet iets dat je gewoon uit een boekje kan leren. Je kan niet een fiets kopen en zeggen van nou stap op de fiets, begin met trappen. Fietsen moet je leren. Dan moet iemand je helpen, die moet je overeind houden, je moet er veel proberen. En dan uiteindelijk heb je een, wat wij zeggen, een acquired skill. Hè? En ja, wat je nou precies hebt geleerd, weten mensen vaak ook niet. Arend onderzoekt al ruim 20 jaar de kunst van het fietsen. In het kort komt het erop neer dat we de hele tijd net niet vallen. En dat klinkt best vermoeiend eigenlijk. En dat is denk ik ook de reden dat het niet zo makkelijk is om te leren fietsen. Het traject is vrij ingewikkeld. Er was altijd iemand die je moest helpen in het begin. Je moest je een beetje vasthouden en dan uiteindelijk leerde je het wel. En wat je dan dus leerde, wist je eigenlijk niet. Vandaag gaat Arend ons eens uitleggen wat we nou eigenlijk doen. En dat is te verdelen in twee lessen. Balanceren en manoeuvreren. We beginnen met de eerste. Balanceren. Hoe doen we dat? Want zo'n fiets is toch een onwijs wankel ding? Als je fiets neerzet, valt die om, toch? Heel instabiel, dat bedoel ik. Je hebt simpelweg drie belangrijke punten op de fiets. De fiets heeft eigenlijk twee contactpunten waarmee die de weg raakt. Dus dat is het wiel hier aan de achterkant. En dat is het wiel hier aan de voorkant. En daartussenin zit het zadel. Ja, en dat is het zwaartepunt of massa-middelpunt. Om in evenwicht te zijn, moet het zwaartepunt precies boven de lijn tussen het voorwiel en het achterwiel blijven. Als de fiets omvalt, ligt het zwaartepunt buiten die lijn van die contacten. Ja, dan dreigt hij dus om te vallen. Eigenlijk wil je die contactpunten weer onder het zwaartepunt krijgen. Bij de minst geringe verstoring valt dat zwaartepunt al uit zijn nette lijn. En dat is een probleem. Je wil dat zo snel mogelijk weer herstellen. Als mensen fietsen, dan zijn ze altijd een klein beetje aan het sturen om te balanceren. Om beter uit te leggen hoe dat mechanisme werkt, balanceert Arend een lange stok op zijn hand. Dat is ook heel instabiel. Dat heeft de neiging om onmiddellijk om te vallen. Ondersteuningspunt is waar de stok mijn hand raakt. En het zwaartepunt van de stok, ja, dat ligt zo'n beetje in het midden hier. Hè. Het zwaartepunt moet boven het ondersteuningspunt zitten. Als dat niet zo is, ja, dan valt hij om. Hè. Nou is de vraag, wat doe je nou om die stok te balanceren? En je wil eigenlijk dat contactpunt, hè, het ondersteuningspunt, wil je onder dat zwaartepunt hebben. Nou, dat kan door je hand te bewegen. Als hij naar links valt, dan beweeg je hand naar links. Gaat hij naar rechts, beweeg je hand naar rechts. En met dat mechanisme kan ik balanceren door mijn hand heen en weer te bewegen. Bij een fiets zou je dat ook willen doen. Maar ja, dan moet je de aarde gaan bewegen, toch? En dat kunnen we niet zo goed, geloof ik. Wat je wel hebt bij een bewegende fiets, als je het stuur draait, gaan de contactpunten opzij. Als je bijvoorbeeld rijdt en je stuurt naar links, gaan de contactpunten naar links. En als je rijdt en je stuurt naar rechts, gaan de contactpunten naar rechts. Bij een stilstaande fiets werkt dat niet. Ja, dan verplaatst het contactpunt niet. Dan draait het stuur gewoon om dat contactpunt heen. Daarom is het ook zo moeilijk om te balanceren op een stilstaande fiets. Maar als die fiets eenmaal beweegt en ik stuur, dan gaat het contactpunt de kant op naar waar ik stuur. En nu wordt het gek. En heel knap van ons. Je stuurt niet zomaar een willekeurige kant op. Nee, je stuurt altijd, zonder angst, precies richting je val. Net zoals bij de vallende stok. Dus met behulp van het stuur is hetzelfde als mijn hand te bewegen. Dan kom je dus tot de conclusie, als ik naar links val, moet ik ook naar links gaan sturen om overeind te blijven. Want dan komen de contactpunten weer onder mij. Dat is de enige manier waarop een fiets kan balanceren. Dat is heel gek. En je ziet ook bij beginnende fietsers altijd, dat die zijn aan het fietsen. En dan vallen ze naar links en dan denken ze, oh, ik stuur naar rechts. Ja, dan wordt het alleen maar erger natuurlijk. Je valt steeds meer om. Als goed geoefende fietser denk je er al lang niet meer over na.
Maar je bent dus de hele tijd bijna aan het vallen en jezelf meteen aan het bijsturen. Dat zie je goed als mensen op gang komen na een rood stoplicht. Dus als je van stilstand begint met fietsen, daarbij moet je wel veel doen om overeind te blijven. En dat zie je waarschijnlijk ook wel bij het stoplicht. Als mensen op gang komen, dan moeten ze veel doen, dan slingeren ze een beetje. En dat slingeren heb je gewoon essentieel nodig om overeind te blijven. Ben je eenmaal op snelheid, dan worden die slingerbewegingen steeds kleiner. Je ziet ze bijna niet meer, maar ze zijn er nog wel. Dat merk je bijvoorbeeld als je dicht bij een stoep fietst. Iedereen weet, als je heel dicht bij de stoep fietst, dat dat heel gevaarlijk is. En waarom is het gevaarlijk? Om te balanceren moet je een beetje kunnen sturen. Maar als je te dicht bij de stoep zit, ja, dan kan je haast niet meer sturen. Dan kan je ook haast niet meer balanceren. Er komt dus best wel wat kijken bij dat balanceren. Knap werk. Maar fietsen gaat nog wel verder dan dat. Denk aan bochten maken. Nog leuker is eigenlijk niet alleen van hoe balanceer je nou, maar hoe manoeuvreer je nou. Hoe maak je nou een bocht? Wist je dat je dan in millisecondes het perfecte evenwicht vindt tussen aan de ene kant zwaartekracht en aan de andere kant centrifugaalkracht? Ook als je niet heel natuurkundig bent aangelegd, dan kun je dat gewoon. Onbewust. En als je dus aan iemand vraagt van, als jij naar rechts gaat, wat doe je dan? Dan zegt iemand, haha, ja, dan stuur ik naar rechts. Dan zeggen wij, nou, dat is niet zo hoor. Eigenlijk stuur je eerst even naar links en dan naar rechts. En niemand gelooft dat eigenlijk, totdat je een experiment gaat doen. Een experiment dat wij prima ook kunnen doen. Wat hebben we nodig? Een stuk asfalt en een emmer vol regenwater. Ja, lekker veel water. Die experimenten doen we vaak. Dan laten we mensen eerst door een plas water rijden. Die banden die laten dan een spoor na. En dan als je dan later kijkt op de weg, dan zie je dat spoor. Redacteur Eliane gaat klaarstaan met haar fiets bij de start. Een paar meter verderop staat proefleider Arend bij de finish. Oké, mag ik? En go! Fiets maar, Eliane. Ze fietst door de plas regenwater. En vlak voor de finish roept Arend welke kant Eliane moet afslaan. Rechts! Pas op het allerlaatste moment, zodat Eliane niet te veel tijd heeft om bewust na te denken wat ze doet. Ze moet zo snel mogelijk de bocht inzetten. Ben benieuwd wat de sporen laten zien. Nou, Eliane, we zien twee sporen op de grond. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, je hebt een voorwiel en een achterwiel. Want die maken allebei net een beetje een verschillend spoor. En je ziet dat ze daar kruisen. Dus blijkbaar doe je eerst iets de ene kant op en daarna doe je iets de andere kant op. En dat laat zien dat Eliane eerst naar links stuurde en toen viel de fiets naar rechts de bocht in. Dat doe je in elke bocht die je maakt. Links. Rechts. Je stuurt eerst een halve seconde in tegengestelde richting. Dat zwiepje, in dit geval even naar links om naar rechts te kunnen gaan, heb je nodig om goed in de bocht te kunnen leunen. Doe je dit niet, dan vlieg je uit de bocht. En dat heeft te maken met de centrifugaalkrachten, omdat je in een cirkel gaat. Net als bij een centrifuge gebruiken we dat om het water naar buiten te laten slingeren uit onze kleren. En dat slingert naar buiten in de centrifuge, zijn we van het water af. Dus als je met de fiets de bocht doorgaat, word je naar buiten gegooid. En je moet die centrifugaalkrachten moet je compenseren op een of andere manier. En hoe kan je dat doen? Nou, door een beetje te leunen. Dat leunen doe je dan weer in de richting van de val. Met de bocht mee. Als je in de bocht zit, duwt het centrifugaal zou je naar buiten duwen. Maar de zwaartekracht duwt je eigenlijk naar binnen toe. Als je geleund bent. En zo blijf jij, al manoeuvrerend in het verkeer, sweepend van links naar rechts, uitwijkend voor auto's of honden, toch in balans op die fiets. Maar hoe leun je nou op de fiets? Met je stuur heb je een heel krachtig instrument om je fiets te laten leunen. Als je je fiets naar rechts wil laten leunen, moet je een beetje naar links sturen. Of als je je fiets naar links wil laten sturen, moet je een beetje naar rechts sturen. Je stuurt precies dat beetje, zodat je exact in evenwicht bent. En die beweging is heel klein. Als je wil voelen wat het effect is, dan kan je het beste met je open handen even tegen het stuur aanduwen als je rechtuit fietst. En als je dan maar een beetje met je rechterhand duwt, dan voel je dat die fiets onmiddellijk naar links valt en vice versa. En dus daarmee kan je voelen hoe sterk dat effect is. Of zo anders gezegd, hoe powerful je stuur is. Hoeveel effect je met dat stuur kan bereiken. Met een geringe stuurbeweging kan je al heel veel je balans controleren. Dus we balanceren door constant bijna te vallen, maar net op tijd bij te sturen. We manoeuvreren door twee natuurkrachten te overwinnen. En dat doen we met een stuur dat reageert op mini-bewegingen.
knap, hè? En dit is nog los van reageren op die auto die door rood rijdt, je hand uitsteken met een tas vol boodschappen en een loeiende sirene van links? Eigenlijk ben je heel knap als je kan fietsen. Je bent een wonder op de fiets. Bedankt, Arend. Wij stappen zo op de fiets om te testen of we nog overeind kunnen blijven, nu we weten hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Tot de volgende!